In Amsterdam is €10.000 per vierkante meter in Zuid heel normaal. En hoe meer naar het Museumplein, dan wordt het nog wel eens 12.000, 15.000. Nieuws. Leg dit nou eens uit. Hoe kan het dat in wijken als Bloemendaal, Het Gooi natuurlijk en ook hier zo in Amsterdam, hoe kan het dat die prijzen zo massaal de lucht in gaan? Nou, dat is eigenlijk helemaal niks anders dan 10 jaar geleden natuurlijk. Het was allemaal wel wat goedkoper, maar dat was nog steeds de duurste buurt. Je hebt natuurlijk een Oud-Zuid is in Amsterdam een vrij dure buurt en de grachtengordelde huisjes. Maar Bloemendaal, Wassenaar staan al sinds mensenheugenis op nummer 1. Ik vind het alleen maar heel erg sneu voor jonge mensen. Kijk, ik heb een huis, ik hoef niet weg, maar er is te weinig en het is niet goedkoop genoeg. In het hele dure Bloemendaal en Wassenaar, daar is het al heel lang dus heel duur. Maar op zich vind ik het wel verbazingwekkend dat het daar nog enorm hoog doorstijgt. Ja, we zitten natuurlijk in tijden waarin alles maar samen moet gaan. Toen blijf ik aangaan, sorry. Ja, maar dit is gewoon weer een gratis reclamespotje, dit, hè? Nee, dat doe je expres. Je zit bewust met dat ding zo te piepen. Hou jij maar bij je. Welke 3 eigenschappen moet iemand hebben om hier in Bloemendaal te mogen wonen? Veel geld? Ja, toch? Ik denk niet te weinig geld. Nee, dan ga je het hier niet redden. Is het nou voor de rijke mensen dan ook niet een soort voordeel dat die prijzen zo hoog zijn? Dat de buurt schoon blijft, wil je zeggen? Ja, dat wil ik niet zeggen, maar dat maak jij ervan. Ja, maar dat is dan op zich misschien een voordeel, ja. Dus mensen met te weinig geld, sowieso streep erdoor. En welke 2 nog meer? Ah, dat is wel erg zwart-wit. Je moet ook wel om kunnen gaan met deze mentaliteit. Dat is anders dan Zandvoort en Muiden komen niet. Als we nou eens om ons heen kijken, we staan nu in het epicentrum natuurlijk. Je ziet daar een mooi pand, wat schat jij op? Ligt helemaal aan de meters, maar in Amsterdam is €10.000 per vierkante meter in Zuid heel normaal. En hoe meer naar het Museumplein, dan wordt het nog wel eens 12.000, 15.000 euro per vierkante meter. Ik schat dit op een dubbel onderhuis met zo'n erker. Dus het zal zijn 150 meter, ik noem even wat, dus dan zit je op 1,5 miljoen. En als er nog een dakterras op zit, kan het nog iets hoger zijn. En de derde? En de derde? Ik zou bijna zeggen, je moet je fatsoenlijk gedragen, maar dat doen de Bloemendalers ook niet altijd. Maar hoe voelt het dan om miljonair te zijn? Wie zegt dat wij allemaal hier miljonair zijn? Maar dat beeld klopt dus niet? Het ligt eraan waar je gaat kijken. En als we naar u kijken? Ik woon aangenaam. Heel aangenaam. Zeer aangenaam. Ja hoor, zeker. Je kan niet snel rijk worden. En met bitcoin en al het geleuter allemaal. Nu vastgoed staat helemaal nog druk. Dat kan niet snel. Dat is 30 jaar lang 80 uur in de week werken. En dan mag jij een Bentley kopen, Tom. Exact doen ook. Nou, daar gaan we voor. En anders zo'n dikke auto als die achter de cameraman staat. Nou ja, god, het is maar een bescheiden autootje die natuurlijk roze is gemaakt door jouw goede kennis. Ah, dan ga je met je reclamepraatje. Je knipt toch wel, als het helemaal dom is, dan slaat het. Nu sta ik je laat even verloren. Dit zijn verloren, ja. Ja, nou, oké, hartstikke mooi. Zullen we even poseren? Zo, nou. Beauty, hè? Dit is dus de fatsoensnorm. Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Want dan krijg je weer, hoe heet dat? Seksuele intimidatie, ongewenst gedrag, ja. He? Nee, dat kan allemaal niet meer, hè? In de Kamer doen ze het wel, maar ik neem daar geen voorbeeld aan. Hey jij, vond je deze video ook zo leuk? Klik hier voor een hele hoop sensatie.